Goedendag. We staan vandaag bij de Trendsbeurs in Brussel. Kunt u wat toelichten over Mainfirst, de activiteiten? Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Ik ben Cedric van Kerbroek. Ik werk voor Phantom. En wie is Phantom? Phantom verdeelt eigenlijk op de exclusieve manier de merken Etenea en Mindfirst in de Benelux. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de Benelux. Nu vandaag zijn we hier op de Trend Summit met Mindfirst aanwezig. Mindfirst is eigenlijk een Duitse vermogensbeheerder, gebaseerd in Frankfurt, die gespecialiseerd is in voornamelijk in aandelen en obligatieselectie met een heel actief beheer. Kunt u wat toelichten over het beleggingsproces in detail? Is het meer bottom-up of top-down? Ja, bij Mindfirst gaan we echt bottom-up te werk. Dus we zijn heel sterk, zoals ik zei, in aandelenselectie. We hebben een aantal fondsen op Europees aandelen, maar ook wereldwijd. Ik denk vandaag is het belangrijk dat we ook wereldwijd gaan kijken in bepaalde thema's bijvoorbeeld en bepaalde nieuwe technologieën om daar de juiste aandelenkeuzes te maken eigenlijk. En wat zijn de belangrijkste fundamentele criteria die u gebruikt? Zijn dat de klassieke variabelen als koers-winstverhouding, dividend, omzetgroei, etc.? Dat is afhankelijk van het fonds. We hebben fondsen die meer value-gericht zijn, dan speelt inderdaad die waardering een rol. De fondsen die meer op thematieken gericht zijn, daar speelt eigenlijk meer de rol de toekomstige groei, de organische groei die de bedrijven de komende 5 à 10 jaar gaan kunnen voorleggen. Belegt u ook in de kleinere aandelen, zoals small caps en micro caps, of is het vooral in de grotere bedrijven? Ja, op Europees niveau gaan we eigenlijk hebben we een fonds die specifiek zich richt op small en mid-caps. En gaan we voornamelijk gaan kijken in familiebedrijven die volgens ons ja, een toegevoegde waarde kunnen leveren nog altijd vandaag. En die ook een betere, meer waarde kunnen genereren voor de aandeelhouders. Nu met de extreem lage rentes zijn heel veel beleggers op zoek naar hoog dividend uiteraard, of überhaupt dividend. Is dat ook een primair proces bij jullie, zoeken naar dividend? In een van onze Europese aandelenfondsen is inderdaad dividendbeleid een thema. Want inderdaad, dividend geeft een stabiel inkomen, zeker in tijden van lage rentes. Dus dat is zeker ook een thema bij ons in de fondsen. En wat differentieert u Mindfirst van de concurrentie? Ja, ik denk dat bij Mindfirst belangrijk is dat we heel actief beheerd zijn. Onze slogan is Character for More Performance. En dat ziet u ook in onze fondsen. We hebben fondsen, wij wijken heel sterk af van de benchmark. Dus we hebben een hoge active share. We hebben heel sterke convicties in onze fondsen. Dus we gaan echt op zoek naar alpha creatie. Dus we differentiëren ons vandaag volledig van passief beheer, dat vandaag heel populair is. Wij staan voor heel actief beheer. En wij zullen ook in moeilijke en in goede tijden trachten de benchmark in alle tijden te verslaan eigenlijk. Dank u wel voor deze toelichting.